President Boutersen positief over economische vooruitzichten. President Desiree Delano Boutersen zegt dat het economisch beleid van zijn regering gericht is op diversificatie, importvervanging en op het aanboren van nieuwe exportmarkten. De regering neemt verschillende fiscale en monetaire maatregelen die tot stabilisatie leiden en maatregelen die verder aan economische groei bijdragen. Het is bemoedigend te vernemen dat de vreemde valuta kasreservebeleid van de Centrale Bank van Suriname in nauw overleg met de Surinaamse Bankiersvereniging is aangepast op het niveau van internationale standaarden. Aldus president Boutersen tijdens zijn toespraak bij de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée op 6 juni 2019. Het staatshoofd zegt vervolgens dat de financiële instituten voldoende deskundigheid in huis hebben om de efficiëntie van financiële stromen verder te optimaliseren. Goed om erop te wijzen dat volgens het Algemeen Bureau voor Statistieken in Suriname de maandinflatie vanaf januari beneden de 0,9% is geweest. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.